welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Laten we er meteen aan beginnen. Dag lieve kijkers, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik begin hier met het poetsen van de vloeren op het gelijkvloers. En dat ga ik vandaag voor de eerste keer in mijn video's doen met mijn stoomreiniger. Dus dat zullen jullie zo dadelijk wel zien. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Get up again. Is het jullie al opgevallen dat ik de beelden in deze video niet zo hard versneld heb als ik normaal doe? Nu heb ik ze 250% versneld. Dat klinkt misschien nog veel, maar vaak doe ik ze nog sneller. Dus jullie mogen mij sowieso feedback geven in de reacties over wat jullie ervan vinden. Of jullie vinden dat het terug iets sneller mag gaan, of dat het gewoon goed is zo. Deze stoomreiniger heb ik ooit in de Lidl gekocht en hij heeft heel veel verschillende opzetstukken, dus je kan er echt allerlei dingen mee poetsen. En ik vind het wel fijn. Ik gebruik hem vooral voor de vloer, al was het nu wel al een tijdje geleden dat ik hem nog gebruikt had. Ik denk dat ik gewoon vergeten was dat ik deze ook nog had, gezien ik al zoveel spullen heb om de vloer mee te poetsen. Maar ja, het is iets wat heel fijn is in gebruik en je gaat zelfs zien hoeveel vuil dat het opgepikt heeft. Nebo said some awful words and I know that we both got hurt. But I wanna be with you, I wanna be with you. We can't let this slip away, you know that I want you to stay. Cause I wanna be with you, I wanna be with you. Don't run away, we can't let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Alles wat ik nu doe om de rechtse wasbak proper te krijgen, doe ik ook met de linkse. Maar dat heb ik uit de video geknipt, omdat het anders twee keer hetzelfde is voor jullie om naar te kijken. Maar weet dat ik die ook gewoon gedaan heb. Don't run away, we can let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Let's go to ice. You go, I just wanna let you know. I wanna be with you.
fading out, I'm losing you. Can we try again? Don't let this go to waste. De laatste weken ben ik op zoek gegaan naar nieuwe muziek voor bij mijn video's. Dus dit wordt eigenlijk de laatste video met de liedjes die ik tot nu toe gebruikt heb. Dus ik wil je graag verwittigen als je al die liedjes heel goed vindt. Dat die vanaf de volgende video vervangen worden door allemaal nieuwe liedjes. Ook leuke liedjes. Maar in elk geval, wat ik wil zeggen is dat ik wel een playlist heb gemaakt. Met alle liedjes die jullie ook van het begin in mijn kanaal voorbij hebben horen komen. Dus die playlist staat gelinkt in de beschrijving van de video. Ik moet er wel bij zeggen dat dat een betalend platform is, maar dat je de eerste maand gratis kan luisteren via mijn link. En als je daar geen geld aan wilt geven, kan je natuurlijk sowieso mijn playlist op YouTube gewoon opzetten en alle video's na elkaar laten spelen. En dan heb je ook de muziek om naar te luisteren wanneer je bezig bent. It doesn't even make sense what I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna die. In de badkamer zagen jullie juist dat mijn douche dringend gepoetst moet worden. En hier zien jullie de before en after van de groene muur in onze living. Want we hebben namelijk een kunstwerk aangeschaft. En dat ondertussen ook opgehangen. En ja, we vinden het wel heel leuk. En dan ga ik nu de vloer flipperen op de eerste en tweede verdieping. I was doing just fine, the way that it was. Then you had me these emotions, didn't want them. But I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die. Over 20 seconden start het kookgedeelte van de video, dus ik hoop dat je gewoon fijn blijft meekijken. We gaan koken met de Instant Pot en ik ga tortellini Alfredo maken. Dus ik heb mijn Instant Pot op sauté gezet. En die is klaar, dus eigenlijk kunnen we gewoon beginnen. Wat heb je nodig? Spek, ajuin, eigenlijk liefst een shallotje, maar dat heb ik nu niet, dus ik pak een ajuin. Hier heb ik wat kruiden gemengd. Dat is knoflookpoeder, zwarte peper en nootmuskaat. Room, en ik had nu in de Lidl van deze vegan room gevonden. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik die ga proberen, dus we zullen zien. Kruidenkaas, die ertjes, die ga ik nog laten uitlekken. Dus dat moet ik nog doen. Dan 750 milliliter water en tortellini. Daar ben ik hier nu vergeten bij te leggen, maar dat gaan jullie zelfs wel nog zien. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside. Dus nu ben ik gewoon het spek aan het bakken en daarna, over een minuutje of zo,
ga ik de ajuin eraan toevoegen. Dus hier zit geen olie of boter in. Het spekvet is genoeg om de ajuin in te bakken. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Dus dit is de tortellini dat ik ga gebruiken. Die komt van de Lidl. Dat is veganistische tortellini. Maar ja, mijn recept is niet veganistisch. Want er gaat ook kruidenkaas in en spek. En dan ga ik nu het water hier aan toevoegen. Voilà. En ook de kruiden. Ik heb ondertussen de sauté-modus afgezet, dus gewoon op cancel geduwd. Omdat we nu echt de pressure cooking-modus gaan gebruiken. Voilà. Dus nu gaat de tortellini erbij. Oh, dat gaat spetsen. Mijn ertjes zijn aan het uitlekken. En nu mag je daar eigenlijk niet in roeren, want dan gaat dat om de een of andere reden signaal geven dat je eten aan het verbranden is. Je moet gewoon zorgen dat de tortellini een beetje in het water zit. En dan pressure cook. Voilà, start. Ah ja, en trouwens, mijn Instant Pot staat automatisch op sealed. Maar als je nog zo één hebt met een hendeltje waar je moet draaien, dan moet je die op dit moment wel dichtzetten. Het kookproces is klaar. Ik ben zelfs al 2 minuten te laat om dit te doen, maar kan gebeuren. Ik ga nu de pressure release doen, dus dat moest een quick release zijn. Dus, je zult zien, opgepast. Dat metalen knopje staat nu nog omhoog en wanneer dat... Ja, heb je het zien zakken? Dat wil zeggen dat ik nu het deksel eraf kan halen. Dat ziet er goed uit. Dan ga ik de ertjes erbij doen. Nu gaan we alles roeren en dan doen we zelfs ook de room en de kruidenkaas erbij. Warm. 2-3 minuutjes dat het nog een klein beetje kan indekken. En dan gaan we het opeten staan met een beetje parmezaanse kaas erover nog. Hey, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je de video leuk en heb je er wat motivatie van opgedaan of ideeën of vond je het gewoon relaxing om te gaan kijken. Ik hoop in elk geval dat je een duimpje omhoog doet, een like geeft en dat je je abonneert op mijn kanaal. Bedankt en tot volgende week vrijdag in een nieuwe video.